Kijken. Ja, maar je hebt het wel gered. Gek. Je hebt het wel gered. We hebben het zeker gered. En we vertellen rijden op tijd, 2 uur vanaf. 2 uur vanaf, ja. Hey, we dachten een mooi systeem te hebben gemaakt. En dat was ook zo. En een leuk systeem. Want het ziet er ontzettend leuk uit. Want het zijn geen schommels, het zijn gewoon hangstoelen. Ja. Maar wat ging er door ze heen? Nou, we hebben hem goed getest gisteravond. Ja. En toen kwam het hele boeltje naar beneden. Dus dat was ook de bedoeling, maar toen moesten we het nog wel maken. En het is nu zoveel ruimte hoor, hè? Ja. Het scheelt echt. Het is precies dezelfde ruimte, er is niks bijgekomen toch? Nee, helemaal niks. Nee. Nee, de toiletten die zaten vroeger hier? Ja, hier zat die en hier ook. Oh toch, het staat wel in die hoek. Ja, ja, dat hebben we nu bij de keuken vertrokken, omdat we die ruimte nodig hadden. We mogen die eens zien, want dat was natuurlijk. Ja, natuurlijk. De toiletten waren ook altijd. Ja, er zijn ook legendarische dingen gebeurd. In het juffrouw handschrift uiteraard. Uiteraard. Zij mag natuurlijk ook. Hij mag wel, maar wel zitten, hè? Kijk. Ja. Ik snap het. Even het deurtje open doen. Nou, die zijn prachtig, toch? Zelfs de wc-borstels zijn mooi. Hé, hey, een vlieg. wat is dit voor rare handwarmer? Dat is een verschoontafel voor kleine kinderen. Voor kleine kinderen. Bij de nieuwe dranken die ze hebben, je hebt ook een soort nieuwe lunchkaart. Ja, we hebben een ontbijtkaart en een lunchkaart. En ook een borrelkaart. We gaan in de winter tot 6 uur open. En in de zomer wellicht tot 1 uur of 8 of later. Ligt eraan hoe leuk het is. Mag dat allemaal van de gemeente? Ja. Heb je gewoon je volledige vergunning? Ja, zo, zeg maar. Ja. Drank- en horecavergunning. En dus als jij wil, mag jij gewoon open zijn ook tot 's avonds laat? Ja, zeker. En mag jij ook, hebben we vroeger gehad, de oude Rockdesert had een terras aan de overkant. Mag jij dat ook? Heb je dat er weer bij? Ja, dat is nu nog niet aan de hand natuurlijk. Dat speelt volgend jaar pas. Maar, ja. Maar in principe... Dat ziet er goed uit. Ja, in principe mag dat. Ja. Nou, toch. Ja, en hier voor de deur nu ook. Parkeerplekken zijn weg, dus dat kan niet meer geparkeerd worden. En daar kunnen we dan ook terras voeren. Hey, dus eigenlijk is... alles wat vertrouwd was aan de juf is nog steeds. Ja. Er zijn gewoon een heleboel nieuwe dingen bij. Ja, heel veel leuke, lekkere dingen. Nieuwe medewerkers. Ook, ja, heel nieuw team. Een frisse start, ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er onwijs zin in, ja. Ja, nee, ik ben super tevreden ook en trots op iedereen. Ja, en terecht. Ja. Je hebt het weer neergezet, ouwe. Knallen hey, vandaag. Succes, hè. Dankjewel. Het is nu op orde, ja. Gisteravond was er nog weinig van te zien, maar de mannen zijn nog hard doorgewerkt. Dus ik is het is al druk in bedrijf, het zit toch helemaal niet vol, maar er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles, dus snel, hè? Ja, alles is nieuw en alles staat op een andere plek. Ja, en dat is zo barragine met tallen, dat je in de oude juf niet, toch? Of hadden we hadden eigenlijk helemaal geen lunch en geen ontbijt. Dus dat werk op bollen, dat is voor mij wel een nieuw. Dus dat is wel even maar jij gaat ze ook echt op de keuken concentreren, toch? Ja. En heb je dan nu ook nog een extra taartenjuf aangenomen of zo? Of een, ja, nou, je hebt natuurlijk al heel veel juf. We staan nu wel met heel veel meer dames. Ja. En de meiden die al in de oude juf werkten, die doen nu voornamelijk de taarten. Ja, maar ik zie ook bekende gezichten van andere plekken. Je ja, goed. Dat, ja. Ik zit hier van wat was jij nou ook alweer? Ik zeg niks. Dus
Stef, vertel jij nog even. Want, jij werkt hier, daar en dan ben je een tijdje naar het buitenland geweest. Je bent weer terug naar Nederland. Maar jij bent hier bedrijfsleider of hoe zit dat ook? Ik ben nu bedrijfsleider hier. Ja, ja, je was natuurlijk al een beetje aan het proefdraaien. Ja, dat klopt. Ik heb vanaf augustus al wel hier gestaan. Ik heb een beetje waar moeten kijken naar jou. En maar jij was natuurlijk altijd een vriendschap. En, ja. En dit is weer heel andere horeca, alhoewel, ik zag net dat er allemaal af is. Het is ook wel weer een beetje hetzelfde, maar het zijn andere gerechten. En het concept is toch wel compleet anders dan waar ik eerder ooit mee heb gewerkt. Dat is wel een uitdaging. Dat denk ik goed. Leuk dat je weer terug bent in de middelweg. Ja, dat is wel. Dank je wel. Dank je wel.